We staan hier in het centrum van Helmond voor een kerstboom. Het is eigenlijk vandaag een dag om een officieel moment van kerstmis in te luiden voor Helmond. Het zal voor iedereen een wat andere kerst zijn. Als we terugkijken hebben we best een moeilijke periode gehad met de coronacrisis. Ook nu zullen we met kerst zeg maar niet allemaal bij elkaar kunnen zijn. Maar wat we wel kunnen is proberen elkaar te steunen, lief te zijn voor elkaar. En juist in deze moeilijke tijd is dat zo belangrijk. En wat is het dan mooi dat we hier een prachtige kerstboom hebben staan. En deze kerstboom, dat we die vandaag aansteken als begin van de kerst. Maar dat er juist in deze boom wensen mogen gehangen worden. En die wensen zal proberen, ook via Helmond Marketing, dat we wensen van Helmonders in vervulling kunnen laten gaan. Dat is een fantastisch initiatief. Dank u wel. Namens Helmond Marketing gaan wij proberen de leukste wensen te vervullen. Dus ken je iemand die nu vooral in deze bijzondere tijd een cadeautje verdient? Ga dan naar de deelnemende winkeliers en vul daar de kerstwenskaart in. Ik en mijn collega's gaan deze wensen vervullen in samenwerking met lokale ondernemers uit Helmond. Heeft u ook nog een wens, mevrouw de burgemeester? Ja, ik heb ook een speciale wens. En de speciale wens is voor alle Helmonders. En ik hoop echt dat in deze moeilijke tijd dat we dicht bij elkaar mogen zijn. En mijn wens is dat je allemaal wat lief bent voor elkaar. En dat we elkaar niet verliezen in deze mooie kersttijd. Dat is mijn wens voor Helmond. Okay. Vanaf nu start de kerst in Helmond. Samen zullen wij de lampjes laten branden. 3, 2, 1, start!